Terwijl zo'n beetje alle ouders in Nederland hun pasgeboren jongetjes Liam, Sam, Lucas, Luc of Noah noemen, sterven sommige typisch Limburgse voornamen in rap tempo uit. Funs bijvoorbeeld. Een authentieke streeknaam is zwaar uit de mode. Maar een klein groepje funsen heeft daar iets op bedacht. Zondag wordt de allereerste Wereldfunsdag gehouden. Ik zat in de kroeg met nog een andere jongen die funts zette En op een gegeven moment werd de groep Funs nog iets te drinken. Ja, tegen welke van de twee had hij het? Toen dachten we, nou, dat is eigenlijk wel bijzonder dat we allebei een naam hebben die zo weinig voorkomt. En we uh, dachten, nou, dat, dat moeten we vieren. Goed, uh, hoe bent u erop gekomen om een Funs te noemen? Ja, we, mijn vrouw en ik waren op zoek naar een, een leuke jongensnaam, ja. lokaal getint. Uh, iets wat je niet al te vaak hoort. Limburg is een hele normale naam. Uh, daar heet er wel meer mensen Funs. Daar kijkt ook niemand raar op als je je voorstelt als Funs. Uh, ik heb ook wel eens uh, buiten Limburg gewoond. Daar kijken ze toch wel aan. Uh, funs, Funsige, uh, Funs. Uh, funs uh, dat soort opmerkingen krijg je dan. Van elke naam kun je wel een, een raar, kun, kun je iets raars maken. Uh, ik zou dat gewoon. Uh... Maar over me heen laten komen. Ja. Oorspronkelijk komen we allemaal uit Limburg. Dus de mensen die Funs zijn die in Amsterdam wonen, komen ook hier vandaan. Maar ze, maar ze kennen het inderdaad helemaal niet. Vroeger werden er we meer Funsen geboren. Ook Alfons werd geboren, maar die had dan zijn roepnaam Funs. Maar vorig jaar, 2015, nog maar twee. En wat ons betreft mogen dat er wat meer zijn. Ja. Ja, nou, we zetten het nu voort, hè? maar uh, ja, er zijn er steeds minder van. Je ja. ja, bijvoorbeeld ook bij de naam Beert, dat is ook zo'n echte Limburgse naam die steeds minder hoort. Maar het is gewoon jammer, het, is, het geeft ook een beetje dat Limburgse gevoel. dus een stukje Limburgse identiteit en dat mag toch wel wat ons betreft behouden blijven. De allereerste Wereldfunsdag is dus aanstaande zondag. Smiddags wordt eerst verzameld bij een café in Venlo. Er is muziek, er zal een quiz zijn en natuurlijk gaan alle funsen samen op de foto. Meer informatie op wereldfunsdag.nl. 37 funsen hebben zich al aangemeld, plus één hond die ook zo heet.